Hola. Hola. Welkom bij een nieuwe vlog. Vlog nummer 8. 8, ocho. De laatste vlog zijn we gestopt in Murcia. Ja. En we hebben net op het terrasje gezeten om op jullie te wachten. Want anders kunnen we de stad niet laten zien. Nee. Dus we zijn blij dat jullie er zijn. En dan kunnen we nu een sightseeing door Murcia. Ja, hele mooie stad. Let's go. Nou, waar zijn we? Wat is het? Kathedraal van Murcia. Heel indrukwekkend. Ja, heel vaak. Nou, we gaan naar binnen. Kom maar. Tenzij je er weer voor moet betalen. Maar... Het is een kerk, dus waarschijnlijk wel. Nou ja, we gaan het proberen. Volgens mij is er een mis bezig. Ja. Hoe luidt tot dusver het oordeel Murcia? Heel mooi aangekleed, overal bloemen. Het is nu april, het is wel echt 28 graden hier. Ja, bloedheet. Maar ja, heel netjes, oude stad, mooi. Mooie gebouwen ook, hè? Ja.
En ook wij lopen nu, zullen straks de camera wat draaien, maar je hebt hier echt onder 50 meter heb je allemaal parkjes en terrasjes. Ja, terrasjes. Echt wel mooi. Dus, is het een aanrader? Ja. Wij zijn ook eerder in Zaragoza geweest. Ja. Maar wij waren een beetje in verwarring of waar we nou waren. Waren we hier wel niet eerder geweest? Maar ja. Aanrader. Ondertussen kunnen we mooie inspiratie opdoen voor onze eigen tuin. Dus vind ik leuk. Weet jij wat het zijn? Nee. Als iemand het weet, please let us know. Ik wil ze ook. Heerlijk, een biertje. Een biertje hebben wij onszelf opgetrakteerd. Ja. Dat moet, want het is bijna 30 graden. Ja. Alleen, wij zaten een beetje te twijfelen over de prijzen. Ik heb hier een bonnetje. Al met al kost het €5,20. Dus €2,60. Voor een biertje, dat kost het in Nederland eigenlijk €4, zoiets. Geen idee. Maar dit is wel een toeristische stad. Ja. Te vergelijken met, weet ik niet, Utrecht of zo? Utrecht, ja. Rotterdam. Geen idee wat je daarvoor een beetje betaalt. Maar het maakt me niet uit, het smaakt heerlijk. Ja. Dus, zoals gezegd hebben wij een aantal vragen van jullie binnengekregen, die gaan we behandelen. Ja, heel leuk. Dus wij beginnen met de vraag, waarom zijn jullie geëmigreerd en hoe lang heeft het traject geduurd? Het heeft geduurd een jaar, anderhalf jaar voorbereidingen. Wij zijn in de vakantie van 2022, hebben we besloten om te gaan emigreren. En vanaf dat moment zijn we ook meteen op taalkursus geweest. Hebben we de NIE-nummers aangevraagd, de bankrekening hebben we opgezet. En allerlei andere dingen. De verkoop van ons huis hebben we in gang gezet. Ja. Best wel een stressvolle periode. En waarom zijn we geëmigreerd? Vanaf oktober tot en met mei zit je gewoon binnen. Spanje dat kent wat meer buitenleven, mensen die wonen veel meer buiten, genieten veel meer van alle dingen. Ja, jij hebt wel echt last van een winterdip in Nederland. Ja, dat is... raakt echt wel een beetje half aan een depressie. Ja, dat is niet leuk. Ik weet niet of er mensen zijn die zich daarin herkennen, maar ik heb dat best wel heel erg. Ik merk de afgelopen jaren dat het herstellen van de winterdip, dat duurt gewoon steeds langer. Afgelopen jaar duurde het volgens mij tot mei, juni, dat ik er een keer uit was, dat ik dacht van, ja, ik ben er weer en dat wil ik gewoon niet meer. Ik ben daar zo klaar, ik heb gewoon zon nodig, vitamine D, ik wil niet binnen zitten de hele dag.
ik wil niet in het donker naar het werk gaan en in het donker weer thuiskomen, dat soort dingen. Ja. Dat vind ik gewoon echt vreselijk. Het leven is veel te kort om jezelf dat aan te doen. En daarnaast is het zo dat wij zijn geëmigreerd omdat wij ook wel een beetje uit het drukke, stressvolle moeten leven. Ja. Dat in Nederland toch heel erg is. Het drukke, stressvolle bestaan. Druk zijn is bijna een statussymbool, zeg ik altijd. Ja. Weet je, als je iemand vraagt, ik ben zo druk. Denk je, ja, dan doe je volgens mij iets niet goed. Nee. Terwijl wij dat ook altijd hebben gehad en hebben gezegd. En ja, we hebben gewoon anderhalf jaar geleden ongeveer elkaar aangekeken en gezegd, is dit wat wij willen doen? We hebben het op zich goed voor elkaar, we hebben een leuk huis, we hebben een goede baan, we hebben een dure auto. Ja, en dan het druk zijn, waarvoor? Voor een duurdere huis, voor een grotere auto. Ja, dat is niet wat wij wouden. Nee. En wij hadden zoiets, ja, voor ons past dit niet. Er zullen heel veel mensen zijn die dat heerlijk vinden, die daar heel goed op gaan. Wij voelden ons daar niet prettig bij, dus daarom hebben wij de keuze gemaakt om iets anders te gaan doen, om een avontuur aan te gaan wat we niet kenden, waarvan we nog steeds de afloop natuurlijk niet kennen. We hebben nog geen idee, we staan nog maar aan het begin. Het kan alle kanten nog op, maar het is wel heel erg leuk om op die manier samen een nieuwe stad te maken en een nieuw avontuur aan te gaan. Ja. En ik denk dat dat voor ons de voornaamste reden is geweest om te gaan emigreren. En Spanje was voor jou gewoon altijd al de wens. De facto. Ik had met Spanje verder niks. Ik was zelfs nog nooit in Spanje geweest voordat ik jou leerde kennen. Ja. Dus het was voor mij niet per se Spanje, maar ja, ik vind het heerlijk. Het is een prachtig land. Ja. En de cultuur is gewoon fijn. Het is allemaal wat rustiger, wat Dennis zegt. Het is niet zo opgefokt. En dat past ons prima. Ja. Ja. Dus mocht je er iets voelen of wat dan ook om, goh, ik zou dat ook wel willen doen. Nou, ik zeg niet doe het, maar we hebben wel tegen elkaar gezegd van als wij 70 zijn en we hebben het niet gedaan, dan is dat gewoon zonde, want je leeft maar één keer. Nou ja, en we hebben wel in het begin, toen we elkaar net leren kennen, gezegd, als we straks met pensioen gaan, zou het leuk zijn om te gaan reizen of om ergens anders te wonen. En ja, daarvan hebben we dus anderhalf jaar geleden gezegd, we gaan daar niet meer wachten. Waarom? Er zijn heel veel mensen die de pensioenleeftijd niet mogen halen. En waarom zou je dan wachten totdat je dat hebt bereikt, terwijl je nu de kracht van je leven bent en juist alle kanten nog op kan? Hebben wij besloten om het nu te doen. En tot nu toe bevalt het prima. Ja. Tenminste, bevalt het jou ook prima. Ik heb geen spijt. Ik zou spijt hebben als ik het niet heb gedaan. De volgende vraag die wij kregen. Wat missen we aan Nederland? Wat missen we aan Nederland buiten vrienden en familie? Dat spreekt voor zich. Wat mis jij? Is er iets wat je... We zijn natuurlijk nog niet zo heel lang weg. Nee. Het is niet zo dat wij al jaren niet in Nederland zijn geweest. Maar is er nu iets waarvan jij zegt, dat mis ik aan Nederland? Nee, op dit moment niet. Het enige wat ik zou bijvoorbeeld wel heel graag een lekker patatje of wat dan ook, of een frikandel speciaal, dat heb ik wel af en toe, daar heb ik wel zin in. Ja. Wat ik wel mis uit Nederland is fatsoenlijk brood. Ja. Want dat hebben ze hier niet. Nee. Gewoon een lekker brood van de bakker of zo. Dat, ze hebben hier alleen croissantjes of pistoletjes, nou dat is ook stokbrood. Ja. Maar gewoon een fatsoenlijk gezond, lekker brood, dat hebben ze niet. Filet américain. Ja. Vind ik altijd erg lekker. Ja. Ook nog niet kunnen vinden. Dus als dat ergens, als er iemand kijkt die denkt, hé, maar dat kun je daar en daar kopen bij jullie in de buurt, please let us know. Kroketjes. En het lesgeven, dat mis ik ook wel echt. Mm. Dat vind ik moeilijker dan ik had verwacht. Dus dat mis ik ook. En verder, ja, nee. Nee. Naast natuurlijk je vrienden en familie, dat spreekt voor zich dat je dat mist. Ja. Maar goed, we zijn natuurlijk ook nog maar kort weg. Dus dat is ook wel logisch. Ik denk dat het ook echt nog een plekje moet vinden. Ja. Dus dat zijn de dingen die ik uit Nederland mis. Ja, maar verder dan dat eigenlijk. Nou, dan wordt het een hele lange vlog van dingen die ik niet mis uit Nederland. Dat was de vraag niet. Oh. Maar er zijn heel veel dingen die ik niet mis uit Nederland. Misschien kunnen we daar een hele vlog aan wijden. Q&A aandacht aan besteden.
Wat missen we niet? We hadden laatst een rekening weer binnengekregen. Omdat we hadden 8 dagen waren we Nederlands gebleven. Ja, dat was echt niet leuk. En daar betaal je dan nog €450 van. En daar was ik echt heel boos op. Gemeentelijke belasting was dat, hè? Ja. Echt, Nederland is zo duur. Ja. Ja, dat waren 8 dure dagen. Ja? Ja. Nou ja, hebben we ervan genoten? Nee, want het was koud. Het was koud, het regen. Het was vreselijk. Hier schijnt het zonnetje lekker. We zijn weer onderweg van Murcia naar huis. Ik vind, wij zitten nu aan de kust en dat is hartstikke mooi. Maar ik vind nu dit landinwaarts, vind ik mooier. Vind je niet? Ja, het is minder toeristisch. De omgeving zo prachtig en de bergen, ik vind het zo mooi. Ja. Zo groot, dat trekt mij meer dan de zee. Ja, ik heb niet zo heel veel met de zee. Nee. Ik vind het mooi hoor. Het is wel heerlijk om aan het strand te lopen en zo. Super. Maar dit bergen, het binnenland, het is echt wel echt super gaaf. Ja. Een volgende vraag was... klopt het dat jullie al jullie bezittingen hebben verkocht? En er stond onder, dat lijkt mij heel eng / moeilijk. Ja, dat klopt. We hebben alles weggedaan. Vond je dat eng / moeilijk? Ik vond het niet eng. Ik heb er wel af en toe moeite mee gehad. Bijvoorbeeld deze auto hebben we nu. En die vorige auto wat we hadden, die vond ik ook wel heel mooi. Dus ja. Die heb ik echt met pijn in mijn hart weggedaan. Ja, dat was pijnlijk voor jou. En verder hadden we hadden echt hele mooie spullen in Hengelo. Alle spullen die zijn niet weggegaan, ze zijn allemaal gerecycled. Ja. We hebben het meeste kunnen verkopen of weggegeven. Ja. Dat, maar inderdaad hebben we wel alles weggedaan om naar Spanje te gaan. We hebben eerst wel over nagedacht, gaan we alles meenemen? En als je alles zou moeten verhuizen, dat was gewoon ook heel erg duur. We hebben een verhuisbedrijf. Dan ben je gewoon gemiddeld rond de 5.000 tot 7.000 euro kwijt om het spul te verhuizen. Nou, dat vonden wij gewoon te duur. En nu achteraf ben ik eigenlijk ook wel heel blij dat we het zo hebben gedaan. En dat we maar hebben allebei een doosje met echt persoonlijke spulletjes die van emotionele waarde zijn. Die hebben we meegenomen. Zoals fotoalbums en dat soort dingetjes. Ja. Ik heb nog een klein koffiemolentje van mijn moeder geweest is. Dat zijn dingen die echt persoonlijke waarde hebben en dat neem je mee. Maar voor de rest, het zijn maar spullen. En ik vond het eigenlijk best een bevrijding dat we dat allemaal weg hebben gedaan. Want je mist het ook niet. We hebben het ook niet nodig. Nee. Om een nog duurdere bank of een grote dit of een dure televisie of ja, het is niet nodig. We hebben nu een huis gekocht, tenminste bijna gekocht. En in Spanje is het niet heel gebruikelijk om een huis leeg op te leveren. Dus wij zeiden tegen de eigenaren, mogen wij de spullen erbij? Want die zagen er prima uit. Ja. En volgens mij is die bank, die is nog maar 2 jaar oud of wat dan ook. Het is niet onze smaak, maar we hebben in ieder geval... Nee, het is een prima begin. En, en vanuit daar bouw je weer op. We hebben dit huis dus inderdaad gemeubileerd gekocht. Het is altijd gebruikt voor vakantieverhuur. Ja. En zo, daarvoor was het ook ingericht. Met gewoon standaard spullen en bedden van IKEA en dat soort dingen. Ja, dat is allemaal prima.
Dus daar gaan we weer mee beginnen. En dan bouwen we weer wat op wat naar onze smaak is. En dat hoeft niet allemaal meteen. Dat is leuk om daar naartoe te werken. Maar om dat traject hier naartoe vond ik het wel fijn om alles weggedaan te hebben. Zodat je gewoon ook opnieuw kan beginnen. Ja. En ik denk dat hoe meer je hebt, hoe meer stress je daar ook weer van hebt. Spulletjes brengen ook weer stress met zich mee. Je moet het allemaal weer bijhouden en steeds meer. En ja, ook al blijf je wel in Nederland, zou ik het alsnog aanraden om te ontspullen. Want het is echt wel heel fijn. En als mensen tips hebben voor een bed dat 2,20 meter lang is. In Spanje, ja. In Spanje. Dan... we hebben nu een bed en volgens mij is het 1,90 ja. lengte. Want ik lig zelfs met mijn voeten buiten het bed. En ik ben bijna 2 meter. En jij bent 2 meter. Dus als er iemand kijkt die weet waar we hier in Spanje een bed kunnen kopen. Met een lengte maat 2,20. Want ik weet niet of dat... We zijn wel in verschillende beddenzaken geweest, maar daar hadden ze het niet. Nee. Dus misschien dat we er specifiek naar moeten vragen of dat je dat wel kan bestellen. Ik wil wel graag... Ik vind een bed moet je wel proberen. Ja. Dat moet je niet online bestellen, dus ik zou wel dat in een winkel willen doen. Maar misschien moet je er gewoon naar vragen, dat hebben we eigenlijk niet gedaan, we hebben gewoon gekeken. Dus als er iemand is die weet hoe dat werkt en of we ergens specifiek moeten zijn of naar moeten vragen, dan laat het weten, dan kunnen we daar wat mee. De volgende vraag die wij kregen luidt. Wat gaan jullie doen na de aankoop van de woning? Na de aankoop van de woning? Dan nou ja, stopt ons leven. Houdt alles om. Dank voor de vraag. Nee, wat gaan we doen? We blijven gewoon werken sowieso nog. Ja, ik wel. Ik in ieder geval nog tot het einde van dit jaar. En in die tijd, ons doel is wel om zelfvoorzienender te gaan leven. Om onze eigen groenten te gaan verbouwen. En dus daar wat minder afhankelijk te zijn van wat er allemaal in de supermarkt ligt. Gewoon wat meer terug naar de basis. En als de mogelijkheid er is, dan willen we graag in het aankomende jaar proberen om daar een klein gastenverblijf te creëren. Waar mensen dus bij ons kunnen komen logeren. Niet op basis van bed en breakfast, maar gewoon een op zichzelf staande accommodatie. Omdat we dat lijkt mij gewoon heel erg leuk. En ja, ik moet straks ook wat doen. Dus dan is het wel leuk om dat te gaan doen. En ik blijf doorwerken. Ik vind mijn werk nog echt heel leuk om te doen. En het Nederlands inkomen is ook heel fijn. En natuurlijk ontzettend veel bij het zwembad liggen. Ja, oh, want dat het is zo fijn. Ja. Dat zijn dus de dingen die wij die we straks lekker gaan doen als we eindelijk het huis hebben gekocht. Zo, wij zijn weer thuis na een leuke dag. He? Ja, dat was een hele leuke dag in Murcia. Hele leuke stad, aanrader. Het was wel wat warm, maar echt een super stad. Ja, en hier laten we het bij voor deze vlog. We hebben nog heel veel leuke vragen van jullie binnengekregen. Die gaan we in de volgende vlog ook behandelen, anders wordt het een beetje te lang. Hè? Dan wordt het een speelfilm. Ja. En dat doen we jullie niet aan, dus dat komt in de volgende vlog. Voor nu, dank jullie wel voor het kijken. Ik heb nog wel een hint voor de volgende vlog. Oh, er komt een hint. Een hint. In deze stad, want we gaan naar een stad toe, wordt een heel lekker likeurtje gemaakt. Wat zou het zijn? Hou ons niet langer in spanning. Ja, we doen het toch. Oh. De volgende vlog, dan gaan jullie het zien. Ja. Voor nu, dank jullie wel. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Hasta luego. Wil je nog wat zeggen? Hier.